Ik heb hem vast. Maar hij schiet er ook zo af. Zeg, the sun is shining. Hallo. Yes. Oh, we varen onder de Moerdijkbrug door. Weet je, jij zit aan je eigen kantje. Goedemorgen. We gaan weer vertrekken in Den Bosch. De touwen gaan weer los. We gaan naar Dort. Even terug naar huis. Nou, Diana die heeft alles rond van het dek afhalen. Onze grote vrienden hebben weer lekker gekliederd. Dat is een mooi plekje. Nou, vandaag varen we een andere route terug. We gaan via Drimmelen, via de Biesbos. En dan de Moerdijkbrug, de Kiel. En dan zijn we weer in Dordrecht. Nou, we gaan weer los. Ja, we gaan los. Nou, let's go. Oh, je hebt hetzelfde met je schoenen. Ja, dat is van gisteren nog. Nou, let's go. Nou. Zo, ja. Ik zeg altijd, what happens? Hey. Ja. Wat happens in Sertogenbos, steeds in Sertogenbos, hè? Dus, gaan we niet doen. Dek is weer schoon. Nou, hoop stront erop, hè? Nou, zeg. Ja, ik heb Sint-Markt even bijgehaald. Nou, op naar... Ja, op naar huis. Op naar Dort. Let's go. Ik loop even een rondje. Doet hij dat nou? Ja. Oh. Oké. Okay. Bye bye Den Bosch. Ja. Nou, bye bye Jachthaven. Nou. Dag Roy en Luda van de Seabreeze. Tot de volgende. Oké. En hij doet het even. Dag Den Bosch. Oh, daar is hij. Oh, kijk. Even ze die mooie nieuwe zuil openmaken. Dankjewel. Tot de volgende. Groet aan Luda. Nou, mooie jachthaven. Zeggen we even gedag. Nou, ook een stuk vestingmuur. Dag meneer van de... Nou, off we go. Dag mevrouw van Gibraltar. Ah, heel vriendelijke meneer. Een mooi bootje. Dus die gaat zichzelf zien de volgende keer. Dag Den Bosch. U was weer heel leuk. Dus tot de volgende. Nou, off you go. Eens even kijken bij Schipper. Nou, we gaan weer, hè? Dag, mevrouw van de Gibraltar. Ja, ik hoorde het, ja. Ja. Mevrouw van de Gibraltar? Ja, ja, ja.
Ze zien me toch een soort vervol aan. Hij zei mijn vrouw tegen je. Dat is één. En van de Gibraltar. Ik denk, nou, oké, ik was toch op de End Your Life. Nou ja, superleuk. Ik heb hem wel in beeld. En dan, aardig man met boot. Nou. Altijd leuk. Nou, die kant gaan we op, hè. Ja, krijgen we die mooie brug weer. Ja. Toch wel leuk, dat zijn een soort tiny houses hier, hè? Ja, op het water. Boothouses, kun je een leven. Ik vind wel die grijze leuk. Ja, dat is gewoon een caravan. Heel apart, ja. Nou, die kant gaan we op. Oude caravan. En die tekeningen zijn wel gaaf. Ja, die hadden we op de heenweg ook al gehad en gezien. Overal is van die tekeningen. Een soort graffiti in opdracht, dan blijft het een beetje gezellig aan boord. Of in Den Bosch, in de stad. Bij ons hebben ze dat ook in Dordt, hè. Dus dat is wel mooi. Nou, off we go. Eerste brug. Op naar een paar volgende en de sluis. Nou, we gaan de sluis in. Ja, ik ga de ballen overboord gooien. De ballen hangen nog, zat je. Ja, maar we moeten even wachten tot hij eruit is, toch? Ja. Aan diezelfde kant. Ja, dan gaat een schip uit. Ja. En dan gaan wij erin. Lukt het met je ballen? Ja, ik heb ze iets lager gehangen. Ja. Dus, komt er een uit de sluis. De sluis. Meter. Ja, dat zat er. Dat is wel de enigste sluis, zeg maar. Dan. Hij kan geen groen geven. Denk ik dat ik zo een paar heerlijke Brabantse worstenbroodjes ga afbakken. Die hebben nog. Dus ik ga dat eens even doen, zo. We hebben ook geen sluis of iets meer, dus dat is ook lekker relaxed. Niet meer de baan. Even mijn handen uit de mouwen steken. Mijn handen uit de mouwen steken. Kijk je vanaf. Ja. Dat is een bolletje is niet zo fijn. In die mini bootjes. Dus, nou ja, daar heb ik niet zo heel veel aan hoor. Nu. Nee. Ik heb hem vast. Maar hij schiet er ook zo af. Ja, maar dat is wel goed zo. We hebben de ballen ertussen. Ja. Nou, hierna gaan we richting de Biesbos. Ja, vind ik wel leuk. Langs Drimmelen. Maar het weer klaart ook een beetje op, hè? Ja, ja, ja. Het zou een beetje zonnig worden. Een beetje blauwe lucht er komen eraan. Ja. Nou, deze, hier gaan we 1,5 meter naar beneden. Ja. Ja, hij zakt al. En dan kan ik de mast weer even omhoog doen, want dan hebben we niks meer. Ja. Precies. Dat zeg ik net ook. Ik heb er even worstenbroodjes. Oh, worstenbroodjes. Dat ja. Zei ik net. Heb ik al vermeld. Je hebt een hele grote zak meegenomen. Ja. We hebben nog een soort van herinnering aan de mos. Dadelijk niet als we me dadelijk Erik Gillis gaan noemen, hè? Nee. Nou, we zijn een lekker stukje gezakt. Ja. Ja, volgens mij zijn we er bijna. Ja, dan gaat de deur weer zo open. Zo te zien. Gebeurt niet veel meer. Nee. Nothing happened. Gaan we weer naar de thuishaven. Ja,
ook wel weer zin in. Ja. Gaan we daar nog even klussen met Martijn? Ja, morgen even gezellig met moeder, zus, even naar schoonmoeder. Ja. Even met de boys. En dan gaan we woensdag weer verder kijken wat we gaan doen. Ja. We'll see. Plannen niet te ver vooruit, hè? Toch? Als je allemaal goed zit, hè? Nou, dat is het even niet. Maar ja, prima zo. Hij zit er niet, hij zit er niet, hij zit er niet. Ja, ik denk dat die meneer even naar de wc is. Of koffie halen. Of... Oh, nee. Oh, onder het bureau vandaan. Dus de computer was van de leg. Dat duurt een beetje lang. Ja. Maar ja, geeft niet. Oh, weinig. Oh, de deuren moeten open. Ja, is ook nog vroeg en dat op de maandag. Zal het wel automatisch gaan? Ja, daar gaat hij. Zie jij, hij schrok. Hij was even zijn computer aan het resetten. De deur gaat open. Yes. Let's go. Lekker maar dan. Gelijk niet die ballen weg doen. Heel ingewikkelde sluis. Nou. Nou, we gaan de sluis weer uit. De weerknop lekker op. Op naar de volgende. Huh? Oh, zeg. The sun is shining. Zo, het is gelijk gezellig. Nou, hè? Ja. Echt, Nou, deze hadden we al gezien, hè? En die kant gaan we op. En de bewolking breekt een beetje. Kijk, dat is nice, hè? Nou, ik ga even de mast weer omhoog zetten. Altijd een leuk gezicht, hè, als de radarmast weer omhoog staat. Ja, ik heb niet zo'n blote billen gezicht. Ja, dus dat ga ik even doen. En kijk. The unknown calls my name. If we don't find our own, we'll be here forever. Don't want a life that's empty when I got the world to gain. Let's run towards the sun, we've nothing left to lose. Adventure might be scary, but my heart is wearing thin. Step one, have some fun, live the life we choose. Goodbye, ordinary, over. De worstenbroodjes zijn geweldig. Heerlijk. Ja. Lekker onder het varen. Dat was nog wel erg leuk hoor. Nou, we waren hier bij Heusden. Een collega tegen. Bij onze vrienden van Altena. We zitten
zitten voor de brug. Oh, daar komt de kapitein. Die komt naar boven. Goeiedag. Hier de brug richting Oosterhout. Kunnen we makkelijk onderdoor. Nou, hier varen we langs de centrale, de kolencentrale van Geertruienberg. Hier rechts kan je de Biesbos in. Dat gaan we vandaag niet doen. Wij varen rechtdoor. Dan komen we straks langs Drimmelen. Nou, hier varen we langs Drimmelen. Een beetje slecht te zien, een beetje tegen de zon. Hallo. Nou, we varen de Amer weer uit. Ja. Mooi weer? Ja, om zelf doen we samen. Hè? Samen selfie. Samen, ja. Ja. Zo, hier gaan we. Nou, hier gaan we oversteken. We zijn al bijna in de Moerdijk. Nou, we varen onder de Moerdijkbrug door. Dan gaan we dadelijk steelbord uit. Dan gaan we de kil in. We nemen hier de opening voor de sport. Nou vallen wij niet echt onder sport, maar er is ruimte zat. Lekker. Ik denk nog een uurtje, dan zijn we in Dordrecht. Hier gaan we om het hoekje heen, dan gaan we de kil in en dan zijn we thuis. Ja. Zijn we thuis. Ja, maar het is toch sneller varen als dat ik dacht. Ik had helemaal het idee van, 6 uur, 4 uur varen, maar we zijn er al. Ja, mooi hè? Huh? Ja, als je deze weg vaart, dan ben ik met een paar uurtjes in een bos. Ja. Dus opties, opties, opties. We hadden nu alles voor stroom. Ja, maar dan kiezen we weer voor stroom, de andere kant op. Bye. Ja. Ja. Diana gaat de bergen verleggen. Ja. Ja. Ik verzet bergen en ik verleg ze. Ja.
we zijn weer op de wateren waar dit soort schepen varen. Nou, dat vind ik niet leuk, want die man die zit niet op te letten. Dus, A to B Energy. Nou, die heeft ook aardig wat containertjes opgeladen. Op weg naar Moerdijk. Dat kan Erik natuurlijk aflezen in zijn AIS. Is dat Urona? Binnenvaart gaat door. Oh, er komt er nog een. Ja. Met een snelweg, hè? Een transporter. Ja. Blijf ik altijd apart vinden, hè? Zo stuur het voorop. Nou ja. Ook dat kan. Het is wel een mooi gezicht. Crisscross. Nou, dat is niet normaal. We hebben meteen tanker, de Titan. Die staat van mij. Oh, van Cora. Nou, er is de Titan. Die zaten zeg maar, of die waren ook aanwezig bij de cursus, of tenminste kapiteinsdag Burando. Waar een hele leuke vlog over gemaakt is. Ik ga het even terugkijken. De Titan, ook geladen. Op naar. Nice. Nou. Nou, even kijken. Dan gaan we stuurboord uit. En dan krijg ik, kijk, wat bedoelde die meneer die bij ons een keer op de koffie was? Nick Coat. Oh. Dat zijn zijn neven. Ja. Oké. Okay. Ja, we zijn hier, moet je kijken hoe druk. Best wel te begrijpen dat hier geen jachtjes durven te varen. Nee, het is heel druk met binnenvaart op het water. Het is echt, we hebben er al zat zien varen. Maar het is wel mooi hè, nu qua weer. Ja. Het is een beetje helder. Nou, chillen trip gehad vanuit Den Bosch. Ja. Dus, lekker rustig. Heel rustig, ja. Mooi gevaren. Nou, dan komen we op zo'n heerlijk druk punt. Bakbord uit. Dus je komt straks uit de kiel en naar de Botweg. Ja, achter ons zit ook een mega ding, hè. Ja, die heeft drie bakken, hoor. Zal eens even achterlopen. Ja, die is drie bakken breed. Drie bakken breed. Even dan zie je zo. En beste jongen hoor. Het is wel apart. In een enkel al best wel groot. Dus ja. Gaat toch ook. Een van zijn vele bestemmingen. De binnenvaart gaat door.
Zeker. Ja, het is wel mooi, hè? Ja, dit is wel de view. Kijk, er is nog zo'n mooie. Ja, die heeft maar vier bakken. Oh, die heeft maar vier bakken. Onze Veerhaven. Veerhaven 11. Nou, normaal hebben ze zes bakken bij de. Ja, klopt. Ja, we zijn bij de Krabbegul. Krabbegul. Ja, hier heeft stuurboord. Hier gaat de Gibraltar altijd laden. Even. Krabbegul. Even weer naar binnen. Ja, stuurboord gaat de Gibraltar altijd laden. Ja. Maar dan mogen wij niet naar binnen met. Nee. Niet met pleziervaart. Met pleziervaart. Ik denk dat hij iemand gaat voorzien van water. Hydrovac 21. Nee, dat is een of een bunkerboot. Slopboot. Een slopboot. Voor vuile olie en voor poetsvlappen en filters. Oh, nou, komen bij ons ook wel eens of niet? Ja. Nou, dan zien we dan mooie luchten. De brug van Dort. Ja, nou hopen dat er bij jou plek is, hè? Zeker in Jasdan, ik kan natuurlijk wel. Dat zou wel fijn zijn. Hé, hey, hey, dat is Willem. 12. Dat is Willem. Zou het Willem zijn? Ik ga de kil uit, richting de brug. Dat zou wel leuk zijn. Ja, ben je hoor. Onze oude collega Willem. Calandula 12. Hé. Hey. Werk, oh kijk nou eens, reclame. Gooi het roer om. Nou, dan kan je werken bij Blue Amigo. Oh, wat leuk. Wat leuk, kan je lekker op met je racen, die waterbussen. Ja. Ja, dat is echt wat voor mij. Ja, dat is wat voor Erik, met je racen. Wat in beeld. Het is toch wel lekker weer geworden. Trein, waar zouden we zijn zonder de trein? Caminastad. Aanzienlijk rustiger tegenwoordig. Hier aan de kade. Dolderman is natuurlijk verhuisd naar een andere mooie spot in Dort. Nou, daar doemt hij weer op. En dat betekent dat we weer thuis zijn. Dus ja. We hebben toch nog geboffen met het weer. Dat is nice. Nou, als het goed is, zou de plek zijn om te. Het delta aan te meren. Zou fijn zijn. Hier ligt ook altijd genoeg in de binnenhaven.
mijn droge lading. Blijft mooi. Dat is mooi. Nou. Zo. De waterbus. Kan je naar de overkant. Hè? Naar Zwijndrecht. Wel ideaal hoor. Nou, daar hebben we Delta. Hè? Onze vrienden van de Delta. Nou, eens kijken. Er ligt weer een of andere cruiseboot. Is wel leuk, vind ik hoor. Nou, dan moet ik weer mijn werk gaan doen. Hè? Dan moet ik ballen overboord gaan gooien. Dan gaan we tanken. Bunkeren. Ja, en gelijk om de hoek gaan we weer de haven in, hè. Zo. Dan zijn we weer terug. Oh, kijk, en daar hebben we het blauwe dak. Oh, een cocktailbar Blauwpoort. Kijk, en ik denk dat Timber daar ook staat. Eens even kijken. Zal ik even zwaaien naar Timber? Ja, ik zie Timber. Zie. Timber staat te zwaaien. We gaan eerst even tanken. Dus, nou. Even tanken! Delta. Nou, is druk hier op het bootje. Nou, ik denk dat ik de venders buiten boord gehangen. Dus als ik op gaat het niet goed komen. Zo. Nou, ik ga de venders even overboord gooien. Even, dat is de Calendula 12. Ik weet niet hoeveel hem erop zit, maar ik heb hem in ieder geval even opgenomen. Hij zwaait, wacht even. Hij zwaait. Ja. Nee, dat is leuk. Dat is de Calendula 12. Ik wou hem altijd als een bunkerig bakkie doen. Willem uit Katwijk. We zijn nu even aan bunkeren bij Delta. Ja hoor, daar zijn we weer. Hij had weer dorst. Dus nou, even bunkeren en dan off we go naar de harbor. Dat is weer een Delta. Nou weer een bunkering. Nou, Gibraltar kan niet zijn, want die ligt in Antwerpen. Dus die kan het niet zijn. Mooi weer, hè? Oh. Super. Zo, klaar. Vol. Nou, rondje van de zaak. Nou, maar even naar binnen. Ga maar even naar binnen. Ja. Inside. Nou ja, ik zou zo weer eruit willen. Ja. Blauwpoort is open. Ik ga even terug. Ik moet mijn venders ook opgelangen. Zo, we zijn weer terug in Dordt. Ja, we liggen weer vast in de haven, in onze box. En het was een leuke vaart. Het werd uiteindelijk ook lekker weer. En ja, het waren een paar hele leuke dagen. En eigenlijk
Ja, maar er is af en toe gewoon de touwen los, gewoon je huisje verplaatsen. En nu heeft hij eerlijk heerlijk gekookt. Lekker stukje vlees, rostietje erbij. Ja, het is inmiddels nadert het ook de klok van 7:30. Dus nee, het was helemaal leuk. Helemaal gezellig. En we liggen weer in de thuishaven. Ja, we zijn altijd zo uitgepakt, hè. Touwtje los en touwtje vast en klaar. Dus nou, ik ga lekker van deze heerlijke maaltijd genieten. Ik hoop dat jullie met veel plezier hebben gekeken naar onze vlog. En dan zou ik zeggen, like en abonneer. Dat vinden we leuk. En dan laat, ja, voor ons is het dan ook wel weer, zeker voor Erik, dat het een leuke vlog is om naar te kijken. Dus nou, ik zou zeggen tot de volgende. Ik ga het eten. Bye. Okay. Ja, dat was wel leuk. Wat is leuk? Nou, hij was leuk. Hij was leuk. Nou, eet smakelijk. Oké, nou. Ga ik ook eten, hè? Ga jij ook eten, hè? Jij zit aan je eigen kantje. Doei. Doeg.